Oké, deze video, mijn naam is Wesley van Westboy1999. Met vandaag weer de Feyenoord Queer Mode. En de eerste west en Nederland Divisie heb ik al gesimuleerd. Die hebben we met 2 in gewonnen van Sparta. Maar jullie gaan in deze aflevering ook heel wat transfers zien. Een paar spelers die niet echt ook al gelinkt werden aan Feyenoord gaan jullie nu eens dus, ja, eentje zitten. Dat staat op de thumbnail. Hielgers uh, heel, uh, die gaan we proberen te halen. Maar dan gaan we ook wat spelers vertrekken. Hier is dus, um, Hartman de ene die wordt uitgeleend voor 12 maanden. Uh, maar dan komen er nog meer spelers die gaan vertrekken. Uitleiding of verkoop. Volgende wedstrijd is het tegen PSV. Daar ga ik de hoogtepunten van spelen. Danilo lenen we uit. Uh, Pachao gaat naar Marseille. En Coccio verkopen wij niet. Voor ons nog, nog, nog niet. Maar wel dus weer Danilo. Die wordt uitgeleend. En we gaan de hoogtepunten spelen tegen PSV. We gaan zien hoe dat gaat aflopen. En daarna hebben wij de wedstrijd tegen Real Madrid. In de Supercup. Dat wordt een hele spannende wedstrijd. in ieder geval eerst maar even deze topper in de Eredivisie zien te winnen. We gaan de hoogtepunten spelen en hopelijk dat we oeh hier gelijk al een strafschop tegen. Dan wordt het of Bijlo of Gakpo. En het is Bijlo. Goede redding voor de doelman van Feyenoord. We staan dus nog 0-0. Ondertussen duurt de strafschop voor de Rotterdammers. Jiménez tegenover Benitez. Jiménez of Benitez. En het is Jiménez. 1-0 Feyenoord. Minuut 34. En Feyenoord komt op voorsprong door Santiago Jiménez. Ondertussen nog steeds 1-0. Tweede helft is begonnen waar PSV de aanval heeft. Hier met Sangare, onderschept door uh, Feyenoord -getown. Ondertussen staat het 2-1 voor Feyenoord, 83 e minuut. Zijn er nog steeds voor. En krijgt Feyenoord de kans voor een 3-1. Santiago Jiménez, Jiménez op jacht naar 3-1. En de redding van de doelman, 85ste minuut. Nu weer de hoekschop voor Feyenoord. Bijna steeds de 2-1 voorsprong voor de Rotterdammers. Hoeks opgenomen, de kopkans. En Jiménez met een prachtige kopbal. En de 3-1 en de beslissing, zou je kunnen zeggen. Er komt nog een straks voor PSV om het nog spannend te maken. Weer Gakpo tegenover Bijlo. En dit keer is het weer Justin Bijlo. En zo wint Feyenoord met 3-1. Prachtige kopbal van Santiago Jiménez, winnaar van PSV. En uh, gaan we dus met goed gevoel naar de wedstrijd tegen uh, Real Madrid. Anderucci verkopen we ook en Geertruij niet. Ze gaan dus heel wat spelers wel weg. En um, nu, dus tegen Real. Simon lenen we uit. Amain, Amain lenen we ook uit. Aan Batcher. Badger. En dan hebben we hier aan binia speler die vertrokken is. Het is Pacquiao. Die is vertrokken naar Marseille. En wij gaan de wedstrijd tegen Real Madrid spelen. Met dit elftal. Eén aanpassing met Getruide is uh, geschorst. Die doet er dus niet mee. Pedersen is zijn, automatisch zijn vervanger. En wij gaan kijken. Of wij de Supercup kunnen winnen van Real Madrid. belooft een hele spannende wedstrijd voor hen natuurlijk. Hopen dat het voor Feyenoord goed gaat eindigen. Hier komt wel Zimanski er voor het eerst uit. Zimanski. Zimanski moet de voorzet geven. Dat doet hij niet. Nee, hij draait weg. Maar ook niet een stukje zeggen van goh, goed. Waljemarkt dan. Wajamar met de voorzet. Weggehaald door de verdediging. Opgevangen hier op Feyenoord weer. Kokcu Lopez. Feyenoord steeds met de bal bezit. Lee Kang in. Dan raakt de bal weer kwijt. De man die tot uh, nu toe niet ergens uitgeblonken bij Feyenoord. Misschien dat er uh, wel een vervanger gaat komen. Deze aflevering gaan we er zeker mee bezig. Kortje, goed, Zimanski. Nu dat de kans. Ja, de voorsprong. Uh, Sebastian Zimanski met de 1-0 voor Feyenoord. En zo komt Feyenoord naar een kwartier spelen op voorsprong en hopen dat Feyenoord uh, dit weer vast te houden. Goed gedaan door uh, Zimanski. Sebastian Zimanski en de 1-0 voor de Rotterdammers. En dan krijg je al dus nu weer de aftrap. Asensio. Karim Benzema. Oeh, komt er nog geklaard langs. Uh, uh, daar is uh, Feyenoord het bos ingestuurd. gestuurd. die intussen goed de bal onderschept. De bal nu richting Zimanski speelt. Goed, Zimanski, Jiménez. moet nu het lopje geven richting Lee Kang-in. Dan moet hij er 2-0 van maken. Maar dan neemt hij hem niet goed aan. En dan blijft het 1-0 voor Feyenoord. Had het zomaar 2-0 kunnen worden. Nu de omschakeling voor Real Madrid. 25e minuut. Gundogan. Oppassen nu. Karim Benzema. Benzema krijgt de kans. Benzema gaat schieten. En het is de gelijkmaker. 1-1. Real Madrid komt terug. Tussen de tweede helft. Nog steeds de gelijke stand. 1-1. 54e minuut. Bij Real Madrid is de bovenliggende partij. Naar nou, de doelpunt eigenlijk van Feyenoord. Junior. Junior. Natuurlijk wordt gezet door de verdediging. De hele ruimte open en een redding uiteindelijk van Baylo. Goed gedaan. Nu 80 nog steeds. Een 1-1. 10 minuten voor tijd. Feyenoord wil er nog uh, een gelijk spel uitslepen. Dan weet ik niet of verlengen wordt of strafschoppen. Is maar dit zien te overleven. En dan wordt het oppassen nu voor de Rotterdammers. En dan is het ook het doelpunt. 2-1 voor Real Madrid. En dan lijkt het klaar voor Feyenoord. Komt nog Poussjouder erin voor Zimanski. Maar het lijkt mij gespeeld, jammer genoeg. Ook al is er nog wel aardig wat tijd. Maar ja, Feyenoord wat nu alles op de aanval zet om in ieder geval die 2-2 eruit te halen. Maar Feyenoord krijgt de bal maar niet naar voren. De bal weer voor Real die natuurlijk eh, alles weer op de aanval zet. Ik denk dat Feyenoord deze Supercup aan zich voorbij moet laten gaan. Naar een Europa League winst. Helaas geen winst in de Supercup tegen Real. Hopen dat Feyenoord aardig ver komt in de Champions League dit seizoen. Helaas gaat het hier 2-1 eindigen. Feyenoord verliest. Feyenoord gaat uh, deze Supercup verliezen Helaas, we hebben hem verloren. Maar goed, we gaan wel gewoon door met goed gevoel in de Eredivisie. Want dat gaat tot nu toe perfect. En dat houden, willen we ook zo houden natuurlijk. Ook simulerend willen we onze wedstrijden blijven winnen. Maar eerst de transfers. Wat ik zei, er gaan transfers komen. NEC komt nu ook de eerste wedstrijd. Danilo wordt weer uitgeleend van Empoli. Daar voor twee jaar. Danilo, mocht hem eerder nodig hebben, dan halen we hem terug. Antonucci is verkocht aan Mitchelland. En even kijken richting NEC. Antutuus is verkocht. Fenerbahce uh, gaat deze speler lenen. Ik denk ook dat we weer wat jeugdscouts gaan, toe, uh, jeugdscouts gaan wegsturen in de loop van deze uh, dit, dit seizoen, aan de tanzeperiode voorbij is. Transferlijst. Wat, wat heb ik op het transferlijst staan? Ik heb een verdediger die ik wel aan Feyenoord kan kolen. Vind ik nou, eigenlijk nee. Maar Hilgers, ik zei het al, die gaan wij halen naar Feyenoord. Die kan ik al zeker stellen. Die komt ook. Um, als vervanger van Trouwne. We hebben natuurlijk nu De daar staan, maar die moeten elkaar wel afwisselen. Dus ik wil hem achter de hand houden, Hilgers. Of jullie willen dat ik Hilgers in de basis zet en De op de bank. Moet ik nog even kijken hoe dat gaat lopen. In ieder geval gaat hij komen naar Feyenoord. Dan is hij dus de, de, ja, dus de eerste speler die van Twente hierheen komt. Daarover zometeen meer, want er komt nog een speler van Twente deze kant op naar Rotterdam-Zuid. Hilgers is in ieder geval de eerste. En hij gaat dus op de bank plaatsnemen als vervanger van of Hansco of De we gaan het zien. In ieder geval krijgt hij beoordeling C. Nou, dat lijkt mij prima. Hebben we nog wat spelers staan? Ja, Congo nog Doefikas laat ik staan. Misschien dat we die nog gaan halen. In de, in de, in de winterperiode. Mocht Gimenez vertrekken, trekken, dan halen we Doefikas. Mijn andere Twente-speler is Zeruki. Die werd het echt al vaker gelinkt aan Feyenoord. Nee, nou, hij wou niet naar Feyenoord. Of qua kosten komen bij Feyenoord niet uit. Maar ja, hier wel. Dus we gaan uh, Zeruki proberen real te betrekken. Dat probeer ik tenminste. Ik, probeer, ik zat te twijfelen, die kan in, maar dat vond ik toch iets te veel van het goede. Ik dacht: vleugelspeler Dieloosun, die kan ik een ruildeel na. Nou, dat heb ik nog één ding geprobeerd. Misschien willen ze Michiel Kramer wel. Michiel Kramer nog één keer stappen in de Nederland. En um, die willen ze in ieder geval niet. Ze willen Jordi Klaas als ruildeel. Plus dat wat geld. Nou prima, Jordi Klaas hebben ons ook een gespeeld speeltijd, dus vandaar dat ik dacht mee akkoord gaan. En Zerouki gaat dus voor hoogstwaarschijnlijk ook komen. De tweede Twente speler die er steken dus in Rotterdam Zuid. In ruil met Klaasje. Plus nog 2 miljoen ongeveer. En dan uh, is dat de tweede speler van Twente die nu bij Feyenoord gaat aanschuiven. Ramirez, Ramirez Zerouki. Zo is hij toch wel een man die ook zeker zek, zek zijn minuten gaat maken. En misschien al in de volgende wedstrijd tegen NEC als zijn minuten gaat maken. Want ik ga hem al gelijk op de bank neerzetten. En dan krijgt hij heus wel zijn in ieder geval beurt. Even kijken hoor, hoe staat het team er nu voor? Selectiescherm, nee, teamscherm, teamformule. Dan hebben we op de bank, Simon wordt toch uitgeleend, dus die halen we eraf. En ook Hilgers nemen we mee voor, ja, Dielrossen. Dielrossen, die gaat niet meer op de bank, die, gaat op de, die ga ik op de transferlijst zetten. Dat is een speler die we niet echt gebruikten, Dielrossen, dus die ga ik verkopen. En uh, ja... Kijken of we er nog voor geld kunnen gaan vangen. Uh, simuleren tegen NSC. Winnen we meteen al door het doelpunt van Zerouki die erin kwam. En zo is hij dus de man voor de wedstrijd. In eerste wedstrijd gelijk belangrijk met het winnende doelpunt. Uh, ja, Simon is uitgeleend. aan AZ. Daar moeten we nu ook tegen. De volgende aflevering. Tegen AZ Alkmaar. Tegen AZ even testen. De volgende aflevering. Eén van de twee ga ik spelen. Anders simuleren. Daarna verkopen we niet. En spelers die zijn uitgeleend. Perfect. Kramer, die gaat naar buitenland. Nou, een buitenlandse stap voor Kramer. Als dit doorgaat, dan gaat hij daarheen. Ik weet niet welk land dat was. Misschien de Verenigde Staten of Argentinië. Ik heb geen idee. Richting aanzet in ieder geval. Wiefer wordt ook uitgeleerd aan het Tenminste, daar gaan we vanuit. Uh, week, of, uh, spelerslijst. ja, voor rails. Oké, okay. Denayer gaan we niet verkopen. En we zijn... Stap voor stapje Gimenez naar uh, Sporting. Nee, ik vind dat geen club voor uh, Gimenez. Dus we wachten we nog heel even mee. En transor heeft uh, geaccepteerd. Prima. De volgende aflevering dus zeggen AZ en tegen Vitesse. En de Twanford Deadline deel. Ik zou dus zeggen, houdt aan de gaten. En de volgende Queer Mode wordt denk ik weer een spelers Queer Mode met Noppert. Ik zou dus zeggen, bedankt voor het kijken. En later.